Kom erbij mensen, schuif een stoel aan, want we hebben een behoorlijk verhaal te vertellen over de Grand Prix van Japan. De 16e race van het Formule 1 seizoen 2023. Max Verstappen, onze Red Bull-ster, behaalde de overwinning en overtrof het McLaren-duo van Lando Norris en Oscar Piastri, die respectievelijk tweede en derde werden. Laten we nu even teruggaan. De race, gehouden op het iconische Suzuka-circuit, zag Verstappen zijn leiding verdedigen tegen Piastri direct bij de start, waardoor Norris naar de tweede plaats kon glippen. Norris, die niet snel opgeeft, oefende druk uit op Verstappen, maar kon de leiding net niet overnemen. Piastri, de reizende ster, hield standvastig vast aan de derde plaats. Maar het verliep niet allemaal vlekkeloos, toch? Er was een incident waarbij Valtteri Bottas van Alfa Romeo en Alexander Albon van Williams betrokken waren, met Zhou Guanyu van Alfa die ook in de mix belandde. Dit leidde tot de inzet van de safety car. Om het drama compleet te maken, botsten Lewis Hamilton van Mercedes en Sergio Perez van Red Bull op elkaar. Perez moest een pitstop maken om zijn voorvleugel en banden te vervangen en koos voor de harde compound. Met al deze commotie werd de race op ronde 4 herstart. Kort daarna kwamen Mercedes-teamgenoten Hamilton en George Russell met elkaar in aanraking. Russell slaagde erin om Hamilton kortstondig voorbij te gaan, maar de zevenvoudig wereldkampioen was snel om zijn positie terug te veroveren. De race kende zijn deel aan straffen, waarbij Logan Sargeant van Williams en Perez elk een straf van 5 seconden kregen voor incidenten met respectievelijk Bottas en tijdens de safety car periode. Vervolgens, in ronde 12, maakte Fernando Alonso van Aston Martin zijn pitstop en wisselde naar de harde banden. Perez, in een ander ongelukkig incident, botste met Kevin Magnussen van Haas, waardoor beide coureurs uitvielen uit de race. De race werd hervat na een virtuele safety car interventie en Max Verstappen behield de leiding en wisselde naar nieuwe mediumbanden in ronde 17. Hamilton koos voor harde banden, terwijl Norris ook overstapte op harde banden in ronde 18. Na de pitstops haalde Piastri Norris in voor de tweede plaats. Echter, in ronde 27 vroeg McLaren aan Piastri om Norris de tweede plaats terug te laten pakken. Verstappen, onverstoorbaar aan de leiding, domineerde de race. In ronde 36 maakten Piastri en Norris pitstops om over te schakelen naar nieuwe harde banden en voegde zich weer bij de race. Verstappen volgde dezelfde strategie en behield zijn voorsprong. De top 3 posities bleven onveranderd tot het einde, waarbij Piastri zijn eerste podiumfinish in de Formule 1 veilig stelde. Samengevat was het een gedenkwaardige race voor Verstappen en Red Bull, die hun voorsprong in het kampioenschap vergroten. Verstappen staat nu op het punt om mogelijk zijn derde Formule 1-titel veilig te stellen bij de komende race in Qatar. Houd je vast mensen, want de Formule 1-wereld vertraagt niet. Hallo daar, Formule 1-fans. Dit is jullie presentator Enzo, die jullie begroet vanuit het zonnige Londen. We zijn enthousiast om terug te zijn op het Formule 1 Passiekanaal en jullie het laatste nieuws over alles wat met Formule 1 te maken heeft te brengen. Bij mij vandaag, zoals altijd, is onze ervaren commentator William uit Birmingham en onze scherpe verslaggever ter plaatse Victoria uit Bristol. Bedankt Enzo, het is geweldig om hier te zijn. Ik kijk er vol spanning naar uit om de spannende details van de race van vandaag te bespreken. Hallo allemaal, ik heb wat exclusieve updates vanaf de baan die jullie niet willen missen. Fantastisch. We zijn hier elke dag en op speciale gelegenheden tijdens raceweekends. Dus, als je nog niet geabonneerd bent op ons kanaal, waar wacht je nog op? Druk op die abonneerknop, zet die meldingen aan en mis geen enkele minuut van de actie. Wees niet verlegen om een reactie achter te laten en vergeet niet te delen met je vrienden en familie. Jullie steun houdt onze motoren echt draaiende. En laat me je vertellen, we hebben vandaag enkele meeslepende inzichten voor je klaarstaan. Je zult niet geloven in de details van deze ongelofelijke race. Van onverwachte incidenten tot adembenemende prestaties. We duiken erin om je alle details te geven over wat er is gebeurd. Dus maak je klaar, want het is tijd om vol gas te geven. Laten we wat dieper ingaan op de race zelf, zullen we? Nadat hij zijn positie succesvol verdedigde tegen Piastri bij de start, gooide Verstappen effectief de deur dicht voor eventuele vroege pogingen tot inhalen. Deze zet van Verstappen stelde Norris in staat om een gedurfde move naar de tweede plaats te maken. Ondanks de moedige pogingen van Norris om de leiding over te nemen, behield Verstappen zijn positie aan de voorkant, terwijl Norris en Piastri zich respectievelijk op de tweede en derde plaats nestelden. Nu ging de race niet alleen over de top 3. Er was ook drama verderop in het veld. Een incident tussen Valtteri Bottas van Alfa Romeo en Alexander Albon van Williams bracht de safety car naar buiten. Ook Zhou Guanyu, een andere coureur van Alfa Romeo, raakte betrokken bij dit incident. Ja, dat is waar. En laten we het spannende moment tussen Lewis Hamilton van Mercedes en Sergio Perez van Red Bull niet vergeten. Perez moest een onverwachte pitstop maken om zijn voorvleugel en banden te vervangen en koos daarbij voor harde compoundbanden. Het laat echt zien hoe snel dingen kunnen veranderen in een race. Absoluut. Op de vierde ronde werd de race hervat en bijna onmiddellijk zagen we een beetje interne rivaliteit ontstaan tussen de Mercedes-teamgenoten Hamilton en George Russell. Russell slaagde er zelfs kort in om Hamilton in te halen, maar de zevenvoudig wereldkampioen heroverde snel zijn positie. Het is interessant, want in de hitte van de race ligt de focus vaak op wie er aan de leiding is, wie er aan het inhalen is. Maar deze interne teamdynamiek is ook cruciaal, nietwaar? Heel waar. Sterker nog, het zijn juist deze kleinere momenten, deze botsingen en rivaliteiten, die vaak het meest onthullend zijn. Ze vertellen ons net zoveel over de coureurs en hun instincten als de raceuitslagen doen. Dat is iets waar ik nooit echt bij stilgestaan heb. Het is zeker stof tot nadenken. Nu, is het niet fascinerend hoe deze circuits elk hun unieke uitdagingen, eigenaardigheden en geschiedenis met zich meedragen? Neem bijvoorbeeld Suzuka, de locatie van de race van vandaag. Absoluut. Het is een van de meest legendarische circuits op de kalender. Helemaal juist. Voor degenen die er misschien niet bekend mee zijn, Suzuka is een van de oudste circuits op de Formule 1-kalender en dateert uit de eerste race in 1987. Het is zo'n origineel oldschool circuit, nietwaar? Ja, dat klopt. En de unieke achtervormige layout, in combinatie met een mix van snelle en langzame bochten, maakt het echt een uitdagend circuit voor de coureurs. En laten we de beruchte 130R-bocht niet vergeten. Ah, de 130R. Zo genoemd omdat de oorspronkelijke straal van de bocht 130 meter was. Hoewel het opnieuw is aangepast, blijft het een van de meest opwindende en snelste bochten in de Formule 1. Laten we eens kijken hoe onze coureurs het aanpakken in de komende races. Niet waar. Verderop in de race zagen we dat er vrij gul boetes werden uitgedeeld. Logan Sargeant van Williams kreeg een straf van 5 seconden voor een incident met Bottas, wat helaas resulteerde in het terugtrekken van laatstgenoemde uit de race. Inderdaad. En Sergio Perez kreeg ook een straf van 5 seconden voor een overtreding tijdens de safety car periode. Zijn race verliep ook niet veel beter, toch? Nee, dat klopt zeker. Perez had een botsing met Kevin Magnussen van Haas en beiden moesten de race steken. Het was zo ernstig dat het een virtuele safety car veroorzaakte. Ah, de virtuele safety car. Een relatief nieuwe toevoeging aan de sport die nu al een aanzienlijke invloed heeft op hoe races worden beheerd. Absoluut. En wat betreft het beheer van de race hadden we ook heel wat strategische pitstops. Fernando Alonso van Aston Martin maakte een vroege pitstop op de 12e ronde, waarbij hij overstapte van zachte naar harde banden. Op de 14e ronde zagen we Piastri pitten, waarbij hij zijn medium banden verwisselde voor harde banden. De subtiliteiten van de bandenstrategie blijven me altijd fascineren. Het is zo'n cruciaal onderdeel van de race, maar het wordt vaak overschaduwd door de meer dramatische gebeurtenissen op het circuit. Dat is absoluut waar. Het is een evenwichtsoefening van timing, bandenslijtage, positie op het circuit en, natuurlijk, een beetje geluk. De impact van een goed getimede pitstop wordt vaak pas echt gewaardeerd als we terugkijken. Je hebt helemaal gelijk. Dat is een perspectief dat ik nog nooit grondig had overwogen, maar het is zeker de moeite waard om over na te denken. Nu, verder in de race, zagen we Hamilton en Russell weer in een gevecht verwikkeld raken, waarbij Hamilton hard tegen Russell duwde. Daarna zagen we een reeks pitstops van Verstappen, Norris en Hamilton, die allemaal kozen voor harde banden. Norris verloor helaas zijn positie aan Piastri tijdens de pitstopfase, terwijl Russell op de baan bleef. Het lijkt erop dat McLaren daar een behoorlijk strategische spel speelde, nietwaar? Ja, dat deden ze. Sterker nog, op de 27e ronde gaf McLaren de opdracht aan Piastri om de tweede plaats aan Norris af te staan. Maar hun posities werden weer omgedraaid tijdens de tweede pitstopfase en uiteindelijk werden de top 3 posities behouden tot aan de finish, waarbij de Australische rookie Piastri zijn eerste podiumplaats in de Formule 1 claimde. En wat een prestatie was dat! Ik ben er zeker van dat we nog veel meer kunnen verwachten van Piastri in de rest van het seizoen. Het was zeker een enerverende race, vol met verrassende wendingen. Inderdaad, van de straffen tot de pitstopstrategieën en niet te vergeten de intense gevechten op de baan. Het was echt een spektakel. En het laat maar weer zien dat de uitkomst van een Formule 1 race niet alleen draait om snelheid. Het gaat om strategie, geduld en soms een beetje geluk. Absoluut. Het is een herinnering dat elke seconde telt. Niet alleen op de baan, maar ook in de pits. Dat is wat deze sport zo fascinerend en onvoorspelbaar maakt. Zo waar. En daarmee naderen we het einde van onze post-race analyse. Maar voordat we afsluiten, willen we je graag uitnodigen om te blijven luisteren voor meer exclusieve content en speciale live-sessies. Absoluut, dat wil je niet missen. Natuurlijk niet! Het zou geen volledige aflevering van onze Formule 1-passie zijn als we niet even zouden luisteren naar wat de fans online te zeggen hebben, toch William? Absoluut niet. Laten we ons onderdompelen in het wereldwijde web en wat reacties tevoorschijn halen. Het lijkt erop dat de belangrijkste discussie vandaag gaat over de post van Scabu 98. Hij zei: Williams is kapot na de crash van Logan in Q1. Een flinke klap voor het team, inderdaad. Wat zijn de reacties die binnenkomen? Wel, Silane Amber reageerde met: hij kost ze veel. En RealMouse554 voegde zijn perspectief toe. De blik op die monteur is de blik van iemand die nu de hele nacht moet werken. Geen gemakkelijke baan, monteur zijn in zulke situaties. Absoluut. En Teratron 27 voegde een vergelijkbaar gevoel toe. Weet dat hij de hele nacht zal moeten werken en er is een goede kans dat de bestuurder het de volgende dag weer verprutst. Oh, dat is een lastige. Nog wat luchtigere opmerkingen? Nou, diddly-dum grapte. Kunnen we hem niet gewoon met een kapotte auto op pad sturen? Hij komt toch wel weer kapot terug. En check it back bood een meer menselijk perspectief. Dat dacht ik ook. Hij realiseert zich dat hij vanavond een belofte moet breken. Het is inderdaad zwaar aan alle kanten. Nog iets anders? Er wordt veel gediscussieerd over de toekomst van Logan bij Williams. Zavix is van mening. Hij heeft een grote reset nodig. Ik zie geen reden om hem nu in de auto te houden. Zelfs als je van plan bent om hem volgend jaar daar te houden. Er gebeurt niets goeds. Het is altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Maar dat is nu eenmaal de aard van de sport, nietwaar? Zeker weten. Silver Lion verwoordt het mooi. Ik ben een Amerikaan. En hoewel hij niet mijn favoriete coureur is, houd ik zeker een oogje op hem, omdat het gaaf is om vertegenwoordiging te hebben in de sport. Ik worstel om mezelf ervan te overtuigen dat hij ooit een toonaangevende naam zal worden. Maar ik blijf altijd zijdelings kijken waar hij belandt als het niet in de garage is. De haat-liefdeverhouding van fans met hun coureurs is niet nieuw. En het is deze passie die de sport levend houdt. Laten we hopen op het beste voor Logan en Williams in de komende races. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van weer een aflevering van Formule 1 Passie. Bedankt allemaal voor het meedoen terwijl we de recente race analyseerden, de spannende strategieën bespraken en natuurlijk de zenuwslopende gevechten op het circuit. En laten we de internetreacties niet vergeten. Net zo verhelderend als vermakelijk. Absoluut. We waren zeer verheugd om deze discussie met jullie allemaal te delen. Overweeg alsjeblieft om je te abonneren op ons kanaal en meldingen in te schakelen, zodat je nooit een aflevering mist. Deel je gedachten in de reacties en vertel je vrienden, familie en mede-Formule 1-liefhebbers over Formule 1-passie. En misschien zelfs aan degenen die niet zo enthousiast zijn over de Formule 1. Je weet maar nooit, we zouden ze kunnen bekeren. Hoe dan ook, we zijn alweer bezig met de voorbereidingen voor onze volgende aflevering, dus sluit je dan zeker weer bij ons aan. Een grote dankjewel namens ons beiden hier bij Formule 1 Passie. Tot de volgende keer, gas erop, houd je ogen op de weg. De inhoud van ons kanaal is puur goud. Tot ziens, allemaal. Tot ziens.